Dag dames en heren, jongens en meisjes. Het is Sinterklaas in Bodegraven, maar alleen Sinterklaas die is er niet. Dus ik vaar nu met een bootje richting Sinterklaas. En ik ben benieuwd of we hem tegenkomen. Ik zie in de verte al een speedboot met pieten. Nou, het moet niet gekker worden hoor. Een Piet speedboot. Een Piet speedboot. Ja, dit zijn de snelle pieten, de speedboot pieten. We gaan eens even vragen hoe het nou zit met Sinterklaas. Dag Pieter. Hallo. Hallo Pieter. Ja, wij zoeken Sinterklaas. Hij komt eraan. Ja, dat zeggen ze allemaal, maar ik zie helemaal geen Sinterklaas. Heb je hem al gezien? Nou, we gaan het zelf met eigen ogen zien. Ja, ik zie al wat, een boot. Kijk, daar in de verte. Allemaal pieten. Ik zie hem. Eerst in Gouda, nu in Bodegraven. Die Sinterklaas heeft er maar drukker mee. Ga maar zwaaien naar de pieten. Dag Pieter! Waar is Sinterklaas? Waar is Sinterklaas? Die zit thuis. Oh, daar is Sinterklaas. Dag Sinterklaas! Hallo! Ik denk dat we achter hem aan gaan varen. Wacht, een beetje te... Sinterklaas! Wat een herrie op die boot. Sinterklaas! Sinterklaas, hoe smaakte de kaas? De kaas smaakte heerlijk. Ja? Goed gekozen? Kaas. Want kijk eens wat we bij ons hebben voor een aparte pizza. Kijk nou, een kaasmeisje. Hoe noemen we dat nu? Wat is de naam van die Piet? Antje. Heintje? Antje. Antje, Antje. Oh ja, Antje. Ja, ik weet het alweer. Kijk, nu gaan ze zingen. Hij brengt op zich Nicolaas, ik zie hem al snel. Voel hem op zijn paardje, het tempo en in. Strootel. Leidende en bos, voor een en al die moed. Zijn knecht staat te lachen en roept op zijn stoel. Zoek in smaak met kerstvies aan de stoel. Nou, die Pieter moeten nog wel even oefenen met zingen. We gaan even de brug voor jullie open doen. Ja, we gaan hem even open draaien. Dat is opa Piet. Kijk, dat is opa Piet. Zien jullie dat? Dat is opa Piet. Honderden kinderen staan klaar bij de brug om Sinterklaas te verwelkomen. En gelukkig hebben we er ook mooi weer bij. Want vanmorgen in Gouden was het al heel erg slecht weer. Welkom Sinterklaas! En al onze vrienden Pieter zijn er al bang gezongen. En ik was lekker vooruit gegaan in Bodegraven. Ik denk even kijken of de kindertjes in Bodegraven al klaar voor Sinterklaas zijn. Nou, overal huizen waar de kinderen op. Wat was dat nou? Oh. We maken er een feest van. Zullen we even lekker dansen doen, mevrouw? Gaan we even lekker geven? Hallo, waar is Sinterklaas? En dus, er zit ook een kaas bij. Dat is diegene die heeft lopen knutsel. Hallo Sinterklaas, welkom in Bodegraven. Zullen we even zingen met z'n allen voor Sinterklaas? Ja, we gaan dansen en zingen. Dansen en zingen. Ik ga een leuk liedje opzoeken, want ik heb gekeken bij hem net. Daar staan helemaal leuke liedjes op. En dan gaan we deze doen. Sinterklaasje. Want we zitten... Nou, we staan allemaal even recht. Nog even tijd. Naar Spanje rijdt. Nou, dat hebben we wel hoor. Laat je paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo. Springen! Kinderen bij en we zingen en we springen. Want we zijn zo blij. Want er is geen stoute kinderen.
kinderen bij. Applaus voor je! Nou, we gaan er snel achteraan. Kijk, en hier heb ik een mooie Zwarte Piet. Ja. En wat is jouw naam, Piet? Oh, heeft zijn naam hier. Oh, er staat Piet Bram, ben jij als het goed is? Ja. Ja. Hij komt eraan, Sinterklaas. Heb je hem al gezien? Het paard hebben we gezien. Het paard staat hier vlakbij. Hij is er helemaal stil van. Nou, zeker. Geef niet op, Bram. Hartstikke spannend. Veel plezier met de Sint. En dit is het paard van Sinterklaas. Even een reactie van het paard van Sinterklaas. Nou, dat is overduidelijk. Een lief beest is dit. Echt een lief beest. Dat is een Mirigo. Vind je het echt leuk, paard van Sinterklaas? Hij zegt ja. 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 Jij lacht erom. Ja. Ik zit gewoon met een paard te praten en jij zit hem uit te lachen. Dat kan toch niet? Nee. Oh, je lacht me toe. Ja. Nou, wie ben jij dan? Kiara. Kiara? Ja. Ja? En je komt voor Sinterklaas of voor het paard? Sinterklaas. Oh, toch voor Sinterklaas. En ook voor het paard. Ook voor het paard. Nou, ben je lief geweest dit jaar? Weet niet. Niet helemaal. Niet helemaal, zegt iemand. Is ze lief geweest, moeder? Altijd. U bent de moeder? Ja. Is ze lief geweest? Altijd. Altijd. Nee, hoor. Nou, het klinkt zeer onbetrouwbaar. Maar kijk eens, de muziekpieten die komen eraan. Dit zijn de muziekpieten en zo dadelijk komt Sinterklaas. En dan gaat Sinterklaas op dat mooie paard. Spannend. Ja. Kijk, dit zijn de muziekpieten. Hallo muziekpiet. Hallo. Hallo muziekpiet. Kijk, dit vind ik zo'n stoere piet. Ja, ik ben een hele stoere muziekpiet, ja. Kan je even voor de tv even een kort riedeltje blazen? Ja. Niet dat je ons omver blaast. Gewoon bescheiden. Nou, ik wil het horen, meneer. Ja, maak maar een zullen pak we met z'n allen maar wat spelen? De nummer 1 van de top 40. Oh, dat doe je natuurlijk niet. Nee, dat wordt een beetje ingewikkeld. Misschien kunnen jullie beter ik met z'n allen spelen. Ik denk dat onze kapelmeester wel aan kan geven dat we iets kunnen spelen voor de tv. Speel maar iets. Zullen we dat maar doen, kapelmeester? Wie is de kapelmeester? Die meneer met de bril. Die meneer met de bril. Kunnen we vast voor de tv een liedje spelen? Ja? Ja, dat gaan we doen. Nou, daar komt hij. Dames en heren, de Pieten in Bodegraven. Applausje, dames en heren. Ik zie het toch zomaar bij een kleine. Dag Sinterklaas. Hallo, eindelijk kan ik u een hand geven. Welkom in Bodegraven. Dank u wel. Ik ben ook heel blij dat ik er ben. U ziet er blij uit, Sinterklaas. Ik ben ook blij. Bodegraven is altijd supergezellig. Dus dat vind ik heel erg fijn om hier te zijn. Hoe verliep de reis naar Bodegraven? Nou ja, zoals jullie natuurlijk op het Sinterklaasjournaal gezien hebben, waren er wel wat problemen met de boot natuurlijk en met de pieten. Maar uiteindelijk komt het eigenlijk altijd toch weer goed, hè. En ik zag ook opa Piet, die heeft hij meegenomen, hè? Opa Piet, ja opa leuk. Piet, ja, was ook leuk. En hebben jullie gezien dat we nu een kaaspiet bij me hebben? En ja, we hebben een kaaspiet. En profpiet is weer mee. Profpiet. Eigenlijk is iedereen gewoon weer mee, hè. En de hoofdpieten zijn natuurlijk mee. Ja, en de band is erbij. En u bent erbij. Het allerbelangrijkste toch, Sinterklaas? Nou, dat wordt wel gezegd, maar ik weet niet of dat zo is. Want het een kan niet zonder het ander, hè. Dat dus klopt. Ik kan natuurlijk niet zonder mijn trouwe Pieter. Kijk toch eens wat een enthousiasme. De ballonvouw Piet. Ja. Iedereen is erbij. Hè. Dus hoe gezellig is het? Ik vind het nou wel leuk. Nou, het is één groot feest, Sinterklaas. Dat is het zeker. Nou, we gaan nu volgen, want er zijn heel veel kinderen die u een hand willen geven. En wensenlijstjes. Dus ja. We spreken u zo dadelijk weer. Ik ga naar mijn paard en dan komt dat helemaal goed. Dank u wel, ja? Sinterklaas. Oh, Sinterklaas gaat op zijn paard. Hij zit daar, ja. Ja, hij zit.
Ja. Dag meneer de burgemeester. Goedemiddag. Eindelijk weer een rustpunt, want Sinterklaas is in uw dorp. Ja, gelukkig. En hou mooi geregeld. Net in Gouda en nu gelijk hier. Ze hebben een beetje hard gevaren, maar we zijn blij dat ze er zijn. En u heeft goed weer geregeld, heb ik gezien. Nou, ik weet niet of ik het geregeld heb, maar het was in ieder geval droog. Nou, inderdaad. Maar toch weer spannend zo. Heel spannend. En alle kinderen waren toch in een beetje spanning van gaat hij het halen. Maar hij is nu toch op tijd. Ja. Wat gaat u verder met Sinterklaasfeest doen, burgemeester? Nou, we gaan lekker door het dorp. En zo meteen op het Grote Plein hebben we nog echt een feest. En ik hoop dat alle kinderen komen kijken. Dus dit is eigenlijk maar een voorfeestje waar we nu staan. Ja, het echte feest komt op het plein. Nou, daar zijn wij ook bij. Dank u wel, burgemeester. Tot zometeen. Nou hoor ik hier een klagende vader die zegt van je hebt zelf ook benen gekregen. Ja, dat klopt. Ja? Maar, en dat heeft hij ook. Maar het is toch een zwarte Piet, die moet je toch ook een beetje helpen toch, ja, meneer? Ja, dat is waar, want ik moet ook natuurlijk een paar cadeautjes krijgen. Ja, krijgt u ook cadeautjes? Ik hoop het wel. Heeft u een lijstje al in uw schoen gedaan? Twee. Maar... Twee lijstjes? Ja, maar er stond niet veel op. Nee, dat dacht ik al. Ik weet niet of ik lief ben geweest dit jaar, maar ik hoop dat hij toch een keer langskomt bij ons. Ik hoop het voor hem. Ik denk dat hij zo weinig zult krijgen dit jaar. En dat deze meneer hier bovenop veel meer gaat krijgen. Dat denk ik ook. Hij is meestal wel liever hoor. Okay. Hij is meestal liever. Nou, goed zingen en uw best doen. Ik ga heel goed zingen. Dank u wel hoor. Dank u. Dag. En ik heb net Sinterklaas gezien. Ja. Ja, ik ook. Hij zit nu op zijn paard. Ja. En hij komt straks hier naartoe. Kun je ook Sinterklaas liedje zingen? Ik weet niet meer zo goed de liedjes. Wat is jouw naam? Laten we daar eens mee beginnen. Rick. Rick, kun jij een liedje? Ik hoor op de achtergrond een liedje. Kun je die meezingen? Hoi wat in mijn laag. Papa begint al te zingen, spontaan. Dank u, Sinter. Ja, anders krijg ik niks. Anders krijgt hij niks natuurlijk, ja. Ik denk zometeen het hardst. Ik denk het wel. Ik denk dat ik... Wil jij het hardst meezingen? Nou, we gaan jou zo volgen hoor. Ja. Heel veel succes met zingen. Dag! Dank u! Dag. Kijk, en hier heb ik weer een mooi zwarte Pietje. En die kijkt een beetje vermoeid uit zijn ogen. Heb jij slaap of niet? Ja hoor. Ja? Heel goed. Maar je blijft wel wakker voor Sinterklaas? Nou ja. Even voelen aan de microfoon. Vind je hem lekker? Dit is de politie, Piet. Nee. Het is net echt. Ja, dit is echt, maar. Ja, maar zijn de politie Pieten nodig voor de begeleiding? Nee, toch? Het gaat er altijd goed. Het is bodegraven, hè? We kennen dat lekker. Daarom, dan gaat het allemaal vanzelf weer goed. Een gezellig feest met elkaar. Precies, we houden het gezellig. Ja. Hallo, Pieten. Wie ben jij? Aaron. Aaron, jij lijkt wel een beetje op een zwarte Piet. Ja. Ja, is dat ook de bedoeling of niet? Ja. Ja? Ga je Sinterklaas een beetje helpen? Nee. Nee? Nee, ik word toch niet bij hem? Nee, maar misschien kun je later bij hem gaan horen. Als hij nou naar een Piet zoekt, dan kunnen we hem bellen en zeggen, Aaron die wil helpen. Ja, dat vind ik ook. Ja. En wie, ik zie nog een Piet, dat is een klein Pietje, die loopt nu snel weg. Dat is Piet Esmee. Even kijken. Esmee, die heeft een hele mooie muts op. Heeft hij die zelf gemaakt op school, meneer? Ja. Ja. Jij hebt een mooie muts, mag ik hem even zien? Voor de televisie. Dan kunnen alle mensen hem bekijken. Kijk, nou, dat is toch een hele mooie muts, jongens. Wat een mooie meid. En die heb jij op school helemaal zelf gemaakt? Helemaal zelf gekleurd. Ja? Stikkertjes geplakt. Nou, goed gedaan, Esmee. Kijk, en een echte zwarte Piet. Hallo, Piet. Hoe heet jij? Dit is volgens mij Stille Piet. Klopt dat? Is dat Stille Piet? Ik geloof het ook, ja. Stille Piet Emma. Stille Piet Emma. Ah, ze wordt er verlegen van. En jij bent ook een Stille Piet of niet? Dan kun jij wel praten. Kijk, we hebben hier een camera. Zwaai eens even naar de camera, naar alle mensen. Dan kunnen ze jou zien. Dan zeg je dag allemaal. Nee? Nou, dat mag ook hoor. Is ook goed. En dit zijn wel heel veel zwarte Pietjes bij elkaar. Hallo, ben jij Strooipiet? Nee. Hoe heet jij? Niels. Niels, wat ben je aan het doen met die zak? Daar ga ik pepernoten in doen. Oh, daar ga je de pepernoten in doen. Denk je dat je zoveel pepernoten krijgt van de echte Pieten? Weet ik niet. Nee? Maar je bent er wel op voorbereid? Ja. Ben je een beetje een snoepert of niet? Ja, op zich wel. Nou, het is wel een grote zak hoor. Hier kan aardig wat in. Ja. Ja. Nou, hij komt er zo aan, Sinterklaas. Ja. Wie ben jij? Saar. Saar, je mist nog wat tanden in je mond. Ja. Ik weet hoe dat komt. Jij hebt te veel pepernoten gegeten. Nee. Hoe komt dat dan? Ik heb ze gewoon eruit. Oh, die zijn eruit. Maar je krijgt wel weer nieuwe tandjes.
Okay. Waar kom jij nu hiervoor? Voor Sinterklaas. Oh, voor Sinterklaas. Nou, ik zie hem al voor me. Ga maar gauw naar hem toe. Oké. Okay. Ja, sir. Mag ik ook op de foto? Ja. Mag ik ook op de foto, ja. Mevrouw? Ja. Ik wil ook wel even de foto met Zwarte Piet. Ja, ik ook. Dan kan ik hem boven mijn bed hangen en ja, zo. Ja, je bent de fotopiet. Ja, nou, fotopiet. Even lachen. Even. Mag het ook voor de camera of voor de televisie daar even zwaaien met z'n allen? Even zwaaien. Dag. Even zwaaien. Dag. Goed zo. Kijk, dit is de Kaaspiet. Ja. Kaaspiet Antje is het toch? Ja, ik ben Kaaspiet Antje. Hoe zit het? Nou, wacht even, ik heb een vraag. Ik wil graag een stukje kaas, maar hoe zit het nou met het pakje voor jou? Want er was iets mee aan de hand. Ja, die was verdwenen. Ik zag het op televisie. Ja, die komt uit Kaaspakhuis. Ja, en die is toch weer gevonden, want je hebt hem nu toch weer aan. Ik heb hem nu aan. Ja. En Sinterklaas die heeft gekeken in het Kaaspakhuis en die heeft een keuze gemaakt. En die stukjes kaas die ga jij nu uitdelen. Ja, die ben ik nu aan het uitdelen. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe het smaakt. Nou, ga het proeven. Nou, volgens mij hebben jullie allemaal net al kaas gehad. Ik heb nog een kaas. Mag ik ook? Ik heb ook nog een kaas. Ja. 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 Pietje, die blijft er zo niet zo hoor. En dan zitten ze op de Pieterschool. Nou. Wat ontzettend veel lieve kindertjes hier in Bodegraven zijn. Wat een drukte, wat een drukte. Ik dacht net in Gouda dat het al druk was, maar in Bodegraven is het toch ook heel erg druk, zeg. Hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn, want ik zie allemaal bekenden. Eens even kijken, oh ik zie daar Maatje, dag Maatje. En Jochem. En ik zie allemaal nog bekende kinderen. Ik zie Wesse, dag Wesse. Ik zie heel veel bekende kindertjes, zeg. Wat leuk. En ik zie Tara, heb ik net gezien. Hartstikke leuk, zeg. Ik ben helemaal blij. Goedemiddag allemaal. Hebben we al even dag gezegd tegen Sinterklaas? Allemaal even dag. Sinterklaas, kon u dat goed verstaan? Ik heb het wel verstaan, maar het kan nog harder, denk ik. Dat gevoel heb ik. Beetje harder. 1, 2, 3. Kijk, zo zijn we hier in Bodegraven. Gezellig dag zeggen. Hartstikke leuk, want nu kan ik alle kinderen heel goed verstaan. En ik kan jullie, wat ook belangrijk is, ik kan jullie allemaal ook zo goed zien. En wat zien jullie er allemaal mooi uit. Allemaal mooie kleren aan. En ik zie ook heel veel Pietjes. En ik zie, dag Sinterklaas, ja hier, dag, ik zwaai naar jou. En ik zie nog veel meer Pietjes. En ik zie daar verderop ook nog een Sinterklaas. Dag! Wat gezellig zeg. En hier nog een Sinterklaasje. Ja, hartstikke leuk. Hoe was het in Gouda, Sinterklaas? Het was in Gouda ook heel, heel erg gezellig. Alleen toen was het weer nog wat minder. Want nu wij in Bodegraven zijn, is het hartstikke droog en prachtig mooi weer. En daar is Sinterklaas wel heel erg blij om. Wij hebben altijd mooi weer in Bodegraven, ja toch? En u bent heel snel hierheen gevaren, zag ik. Ja, we hebben het heel snel gedaan. Dus we hebben Americo in de trailer gezet om vast vooruit te gaan. Want als je Americo ook op de boot zet, dan kan je niet zo heel snel varen. Dus vandaar dat we Americo iets eerder hierheen hebben gebracht. Met de trailer, met een andere Piet mee. En Americo die staat nu daar, zie ik. En wij zijn met de boot gauw hierheen gevaren. Nou, dat hebben we toch snel gedaan. Heel erg. Was Sinterklaas snel vandaag? Andere kant. En weten jullie waar Sinterklaas blijft slapen? Oh, waar blijft Sinterklaas slapen? Zal ik het zeggen? Sinterklaas blijft in Bodegraven slapen. Ja, echt waar. En Sinterklaas, kijk dus wat ik voor u heb. Oh, wat ben ik altijd blij als ik deze sleutel... Lieve kinderen, zien jullie de sleutel goed? Want deze sleutel, die is van het Sinterklaashuis. En nou ga ik deze sleutel, die ga ik zo geven aan de postpiet. Ik zie de postpiet, zie ik daar al? Hier, Jill. Ja, daar zien we hem al halverwege. Komt helemaal goed.
Die komt de sleutel ophalen. En dan gaan we, als we straks hier weggaan, gaan we het Sinterklaashuis openen. En volgende week is Sinterklaas er dan. Volgende week zaterdag van 1 tot 2 om alle lieve kindjes uit Bodegraven nog eens een hand te geven. En voor die tijd zijn we eerst in de Vromade winkelcentrum en in de Rijnhoek Plaza bij de Formido en bij de Karwei. Nou, is dat leuk of is dat niet leuk? Ik heb er nou al zin in. U heeft gekeken naar de Sinterklaasintocht 2014 van Bodegraven. Met dank aan Sinterklaas en zijn Pieten en natuurlijk aan alle kinderen hier in Bodegraven. Tot ziens!